Ons volgende item is weer eens een keer een throwback. En deze keer gaan we naar het voetbalveld. We hebben vorige week al Alberto Doesburg gehad. Deze week een andere topspits. En we hebben het over niemand minder dan Patrick Patta-Sinhage. We brengen je terug naar het jaar 2000. Maar daarvoor gaan we natuurlijk eventjes praten met Patta. En om vragen van, van waar de naam Patta? En niet alleen dat, hij vertelt ons over het begin van zijn carrière. Laten we gaan luisteren naar Patta. Eigenlijk is gewoon een afkorting van mijn volledige naam Patrick. Gewoon afkorting Patrick, P-A-T, hebben ze gewoon die aangezet, hebben ze Patta. En bij Robbins, dat was ook een soort van Robin Hood, bij Robbins. Dus eigenlijk heb ik ook voor Robin Hood gespeeld. En ben ik daar begonnen vanaf Pipille, Mini Aspi. Ja, Mini Aspi, vanaf Pipille, Mini Aspi heb ik voor Robbins gespeeld. Ja. En toen ben ik gestopt, maar ik ben als doelman begonnen. Hè. Ik was doelman vanaf Pipille tot Aspi, was ik wel doelman. Als doelman was ik begonnen, ja. Dus Patta is als doelman begonnen, later topspits. Ik heb je ook in de kleuren van Leo Victor gezien. Dus naar Robbins. Naar Robbins, wat was je volgende stap naar Robbins? Naar Robbins was ik gestopt. Heeft een vriend van me is me thuis komen halen om te gaan trainen. Dat, hey, kogel trainen, jong. Kogel trainen. Ben ik gaan trainen. Dus eigenlijk zou de competitie zou zondag beginnen. Dan zijn we op een vrijdag gaan trainen. Laatste training heeft hij me gebracht. Heb ik meegetraind. Na de training heeft de trainer gezegd van, hé, je kan zondag komen, misschien ga je spelen. Want ze hadden al die dingen ingeleverd, spelerskaarten, alles was al ingeleverd. Dus ik was eigenlijk nieuw. Dan ben ik zondag naar Strippie gegaan. Toen hebben ze me gezegd dat ik mag spelen. En dat heb ik. Vanaf die dag is mijn carrière eigenlijk begonnen, ja. En op die dag stond Patta gelijk in de spits? Ja man, direct één keer, direct leibal, alles direct één keer, alles, ja man. En de volgende, en toen kwam trainer Purperhart die dag ook kijken, hij trainde hoofdklasse. Hij kwam toevallig kijken, want ik denk, ze hadden hem gezegd dat een nieuwe man was gekomen. Daar is hij komen kijken en heeft hij me gelijk gezegd dat ik naar de hoofd mag komen trainen. Ja, ja, Patta die speelde dus als eerst als doelman. Hij speelde zelfs dus voor Robbins. Vervolgens speelde hij voor Leo Victor. En toen ging hij naar Transvaal, waar veel mensen hem vandaan kennen. En aangekomen bij Transvaal had Winnie Boys nummer 10. Patta kreeg rug nummer 11. Miguel Shepard vroeg hem of dat eigenlijk zijn favoriete nummer was. En hij gaf dit antwoord. Mijn favoriete rugnummer is eigenlijk nummer 16. Omdat daar ben ik begonnen toch bij Leo Victor en ik terug daar rug nummer 16 aan. Dus eigenlijk mijn favoriete rugnummer is nummer 16. Heeft die 16 een speciale betekenis voor Patta? Toch wel, omdat met mijn nummer 16 heb ik mijn eerste doelpunt gemaakt en het was gelijk tegen Transvaal ook, ja. Als je terugblikt naar de periode Transvaal, wat is je het meest bijgebleven? Kampioenschap. Zijn Millennium kampioen geworden. Ik had de voorzitter daar zo, zalig Johnny Kamperveen. Hij wil altijd kampioen worden en hij vroeg me altijd om mijn best te doen om hem als voorzitter kampioen te maken en ik heb het gedaan en dat is altijd gebleven. Ja, Patta sprak erover het kampioenschap in 2000. Wij hebben uiteraard deze beelden en we wezen het aan Patrick Patta-Sinhage. Laten we gaan naar het kampioenschap van het jaar 2000. Ook bij de Surinaamse Voetbalbond werd de nieuwe kampioen bekend. Transvaal werd kampioen door in hun laatste wedstrijd van het seizoen met 2-0 te winnen van de ploeg van Inter Mungotapu. De competitie is pas in de allerlaatste speelronde beslist. Met nog één wedstrijd te spelen voor elke ploeg, had Transvaal 3 competitiepunten meer dan de ploeg van SNL, de titelverdediger.
In de laatste ronde moest SNL spelen tegen Leeuw Victor en Transvaal had als tegenstander Inter Mongotapu. De zaak was duidelijk. Transi had een gelijkspel nodig voor het kampioenschap. Maar de Groen-Witte namen het zekere voor het onzekere en wonnen met 2-0. Twee doelpunten van Patrick Sinhagel, die deze competitie iets minder was, maar de belangrijkste goal scoorde van dit seizoen. SNL won weliswaar de wedstrijd tegen Leeuw Victor, maar door de overwinning van Transvaal waren zij de nieuwe voetbalkampioen. Deze wedstrijd was tevens de afscheidswedstrijd van Ludwig Simpson, de Transvaal-aanvoerder die bijkans 20 jaar op het hoogste niveau gespeeld heeft. Een waardig afscheid van een van de laatste echte voetbalpersoonlijkheden. Ook voor trainer Franklin Richters was dit de laatste wedstrijd bij de hoofdmacht. Ja man, 100%. Ja man. Na het maken van deze twee belangrijke doelpunten, wat ging om in Patrick Patasenage? Heel veel hoor. Nou, net wat ik zei, mijn zalig voorzitterssyndroom was in vervulling gebracht. Dus. Voor mij was het heel bijzonder, een heel bijzondere dag, jongen. Oh, je stond met enkele topvoetballers op het veld. Kan je nog heugen wie allemaal toen in die basiself stond bij Transi? Ludwig Simpson uiteraard was de captain. Echt een voetbalfiguur. Echt een voorbeeldfiguur ook. Ik heb heel veel van die man geleerd. Hij is een echte leider. Clyde McDonald, die man, zonder hem had ik misschien niet. Ik denk dat die pas ook van hem kwam. Hè. Van Clyde McDonald, Ronaldo Lubson, Proko Freeman, Alata, Rad, Soufrein toch, Paddy. Patrick Patasenage, prachtige beelden van het jaar 2000. Miggy, jij was aanwezig om hem te interviewen. Wat is je lievelings Patrick Patasenage memory? Want je bent natuurlijk ook Transvaal jeugdspeler geweest. Dus ik denk dat jij wel een beetje een speciale plek heeft. Er zijn een aantal. Ik moet denken aan de Parbo Biercup. Maar ja, als je ze moet rangschikken, dan blijft het toch gewoon dit moment. Omdat dit ook de laatste keer was dat de Transvaal kampioen werd. En ik kan me nog heugen, het was groot feest. We zijn tot in de ochtend samengebleven met al deze topspelers. Hij noemde ook een aantal van ze op. Maar om Patasso te zien voetballen was voor ons toen der tijd een beleving van je welste. Hoe was het om hem te interviewen? Leuk interview. Bracht je terug in de tijd. Memories. Ik denk zo uit mijn hoofd aan zo'n goal celebrations. Dat mag ik hier nu uiten. Maar als ik aan Pata denk, denk ik aan doelpunten. Denk ik aan een first touch van je welste. Maar zo'n goal celebrations, dat was gewoon apart. De manier hoe hij met zijn fans bezig was, interactie, is gewoon top. En dat missen we nu een beetje op de voetbalvelden. Dus ik hoop dat we hiermee onze huidige voetballers ook een beetje kunnen inspireren. En dat we weer zulke momenten krijgen.